Oké. Hij loopt. Nou, dit is natuurlijk weer even een heel andere test. Waar gaat het over? Ik was even in gesprek met Erwin Blom. En we hadden het eigenlijk over audio. Maar Erwin verwees op een gegeven moment naar YouTube. En die zei van ja, YouTube is ook maar krakkemikkig. Want daar kun je wel een starttijd instellen bij een filmpje, maar geen stoptijd. Nou. Ik reageerde gelijk van, joh, volgens mij heb ik dat ooit ergens gezien, maar ik weet niet meer waar. Dus ik ben gaan zoeken in de documentatie die YouTube geeft. En ook even op internet bij een aantal andere websites. En ik geloof dat ik het gevonden heb. Want je hebt inderdaad een starttijd, zoals je ziet hier. Maar er is wel degelijk ook een end. Parameter. En als je die gebruikt, dan zou het goed moeten gaan. Nou, ik ga dat met dit filmpje zo meteen even uitproberen en kijken of ik een fragment uit dit filmpje kan embedden. Oh jee, dit ziet er wel heel fraai uit. Waar ben ik? Waar ben ik? Hier ben ik. Ja, ik ben ondertussen aan het goochelen met Manycam. Ik ga kijken of ik dit filmpje kan embedden met een begintijd en eindtijd die anders is dan de normale begin- en eindtijd. Nou, we gaan het testen.